Er is een visie van het college van bestuur, met name een hele scherpe visie rond open access. Dat hebben we ook heel duidelijk gemaakt. En die geldt ook voor open educational resources. Dat het in principe noodzakelijk is zelfs dat door met publieke middelen betaalde instellingen ook hun producten publiekelijk beschikbaar stellen. Ik denk dat OER een mooie stimulans kan zijn om een aantal dingen anders te doen in het onderwijs. Je hebt het over allerlei open lesmateriaal, wat je kunt gebruiken, wat je kunt verrijken, wat je terug kunt geven. Maar misschien is wel belangrijker wat daaronder zit, namelijk dat er meer co-creatie ontstaat en dat je daardoor eigenlijk een stukje cultuurverandering aanbrengt in dat onderwijs. Het kan nooit de bedoeling zijn van Open Education Resources dat je de docenten de eigenheid ontneemt over het eigen vak. Integendeel, die docent die moet ruimte krijgen om als professional zichzelf en zijn vak zelf verder te ontwikkelen. We zijn, je zou kunnen zeggen, redelijk ambitieus. Wij willen echt op het gebied van open courseware willen wij actief zijn. En we hebben dus ook al heel veel programma's. Open courseware, een stuk of 70, 80 programma's. We werken op iTunes U met onderdelen. En we zijn nu bezig om hele opleidingen klaar te maken, zou ik maar zeggen, om naar buiten te brengen als open education. Wij doen pilots met weblectures en met kennisclips. En kennisclips zijn echt opnamen van 2 minuten waar iets heel moeilijks wordt uitgelegd. En we zien dat studenten dat enorm waarderen. Die vinden die webplekjes heel belangrijk. Ze hebben bij één academie zelfs een aantal studenten hebben het afgedwongen dat docenten het gingen doen. En we zien in het gebruik, omdat we dat meten, dat met name voor de toetsen die kennisclips vaak bekeken worden. En dat betekent dat die studenten dus tevreden zijn over ons onderwijs. En aangezien we dat heel erg belangrijk vinden, is dat een hele mooie stimulans voor anderen om ook kennisclips en webplekjes te gaan gebruiken. En als docenten daar bedrevener in raken, dan zie je dat ze ook hun programmering voor hun onderwijs hier aan de universiteit al doen met in hun achterhoofd het beeld van ja, maar straks gaat het ook de hele wereld in. Dus dan moet er ook dit of dat, of het moet korter, of ik moet het anders in een andere volgorde kiezen. Nou, dat vind ik heel mooi. Als die twee processen voor je eigen studenten en voor de rest van de wereld, zal ik maar zeggen, als die bij elkaar komen. Onze studium generale, dus het is onze taak om wetenschap uit te dragen naar een groot publiek, dat zit eigenlijk in het hart van Open Education Resources. En daar hebben we hele cursussen op staan en daar neemt ook het aantal bezoekers stijl toe. Dat is heel succesvol en draagt ook bij aan het doel wat we als instelling hebben, ook richting onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En het mooie is dat dit natuurlijk echt vanuit het grondvlak opkomt, van de grassroots opkomt. En waarin wij als college van bestuur eigenlijk het alleen maar hoeven te faciliteren en verder te stimuleren. Maar het kan nog veel breder, want dit zijn nog maar kleine, een beperkt aantal initiatieven. En het zou, als dit slaagt, moeten wij ook als college laten zien dat we dit kansrijk vinden en het verder willen stimuleren. Nou, in zijn algemeenheid is de overheid vooral aan zet wanneer het gaat om het beschikbaar stellen van middelen en het initiëren van zaken. Ik vind dat de overheid geen enkele rol heeft als het gaat om het wat. Ik denk dat de overheid een rol zou kunnen spelen over het hoe. SURF zou in mijn optiek een belangrijke rol kunnen spelen in de zin van coördineren, kennis uitwisselen en vooral komen tot een voor buitenstaanders bruikbare en ook op kwaliteit herkenbare reeks leermiddelen. In Nederland heb je via SURF of via Wikiwijze heb je dus pogingen om dat materiaal bij elkaar te doen en daar meer systematiek en toegankelijkheid in te krijgen. En dat vind ik op zichzelf dus hele goede initiatieven, waarbij ik nog wel zorgen heb over, gaat het nu echt ook werken? En wat moet je doen om te zorgen dat een ander daar zijn materiaal in stopt, of dat
dat die het eruit haalt. Hè? Dat het levend wordt. Want anders heb je een soort dode bak met materiaal. En dat kost een hoop werk om het erin te stoppen. En niemand kijkt ernaar. Ik denk dat, dat we absoluut behoefte hebben aan kennisdeling over de instellingen heen. Dus er is een special interest group gevormd van een aantal specialisten op dit gebied. Nou, dat is die hebben een plek binnen de SURF-organisatie. En ik denk dat het heel goed is dat SURF als nationale instelling om het ICT te stimuleren in het hoger onderwijs hier ook weer een hele belangrijke rol vervult. Het is een declaration, dus er staan intenties in. Dat was ook zo met Open Access Berlin. Dat is bij Saxion nu verwerkt totdat we dat beginsel hebben opgenomen in ons publicatiebeleid. En dat we bezig zijn om het ook echt vorm te gaan geven. Dat gaat hier natuurlijk ook gebeuren. Alleen dit is een weg die je stap voor stap afgaat. Het is niet iets wat je afkondigt en dan is het morgen allemaal gereed. Nederland zou hier wel, gegeven de hoogontwikkelde kennisnatie die we zijn en ook het niveau van de kennisinstellingen, een rol kunnen en moeten spelen. Nou, die declaration die roept eigenlijk op om ook in Europa strategisch na te denken over open courseware en dus de instellingen te verbinden die daarmee actief zijn. En dat vind ik heel erg goed. Als je van je vak houdt als professional, dan moet je willen delen. Dat kan niet anders. Nou, en als je dat delen wereldwijd doet, ja, dat is een mooie ontwikkeling.